De rust op de Merian-site van Nieuwmond Suriname is teruggekeerd. De werknemers, waarvan een deel spontaan in actie ging, zijn sinds donderdag weer aan het werk. De bemiddelingsraad voor geheel Suriname maande woensdag partijen aan om weer om de tafel gesprekken te hervatten. Volgens voorzitter Joël Panka van de Nieuwmond werknemersorganisatie zit een voorlopige oplossing van het geschil er dik in. Immers, zowel bond als directie hebben aangegeven te willen werken aan een oplossing. Partijen zitten morgen weer bij elkaar om verder te praten over het loon van de werknemers. Deze is door de wisselkoersontwikkeling zwaar onder druk komen te staan, omdat bij stijging van de koers het take-home loon steeds minder wordt. Het salaris dat Nieuwmond uitbetaalt heeft namelijk ook een US-dollar component. De Nieuwmond-directie is zich daarvan bewust en zal samen met de NWO proberen om zaken te herstellen.